Dus pak die conditioneringen aan die jou belemmeren. Lastig, hè? Zeg maar niet lastig, dat weet je toch? Je weet toch wat je tegenhoudt? Nee? Nee, niet zo goed, nee. Dan is er een hoop werk te doen. Omdat ik niet weet waar ik heen wil, of als ik ergens... Voilà, heel goed, dus zoek dat eerst uit. Ja, alles wat ik wil vanuit mijn ego, zeg maar. Ja, maar precies. Maar misschien is er nog een ander level van iets wat je werkelijk wil. Dus dit is een van de meest cruciale vragen aan het begin van welk proces dan ook. Wat wil je nou eigenlijk? En wat je werkelijk ten diepste wil is iets anders dan wat hier in één minuut geroepen kan worden. Daarvoor moet je dus weer, en dan kom ik weer met die term, afdalen in jezelf om iets te ontdekken waarvan je zeker onomstotelijk weet, dit is wat ik wil. En dat heeft meestal niet te maken met, ik speel liever blokfluit dan dwarsfluit. Dat gaat niet echt diep, zou ik maar zeggen. Ja, ik kan het niet uitdrukken. Durven leven wat er is, zeg maar. Nou, dat is een aardige, dus noteer die. En zoek het verder uit. Maak het steeds preciezer. Als je heel helder hebt wat je ten diepste wil, zul je ook weten wat belemmerend is in je leven en dan zul je het uit de weg ruimen. Als je het niet uit de weg ruimt, dan is het iets wat je misschien wel wil, maar uit het feit dat je er niks mee doet, blijkt dat je het niet heel erg wil. Goed. Als ik blijf zoeken naar wat ik eigenlijk wil, is dat voor mij het grootste handicap om er nooit achter te komen wat ik echt wil. Of je gebruikt het verkeerde instrument. Ook dit is niet alleen maar iets van denken. Dus ieder vorm van onderzoek begint met een gedachte, met een stelling, en vervolgens ga je met je hele hebben en houden erin. Niet alleen maar denken. In de kern van je niet bestaande kern weet je het. Nou, daar moet je zien te komen als het ware. En de grap is dat in essentie iedereen eigenlijk hetzelfde wil, alleen het drukt zich in ieder organisme net even iets anders uit. Maar in essentie wil iedereen hetzelfde en ik ga niet vertellen wat het is. Omdat het eigenlijk niet te vatten is. Ja, het is wel te vatten. Voor mij was dat amper zoeken en ontwijken en dan nog meer dieper willen gaan en dan dingen lezen en dan helemaal gek worden daarvan. En omdat het niet lukte. We beginnen vrijwel altijd op een naar buiten gerichte manier met dingen. En dat is natuurlijk leuk, een beetje YouTube-filmpjes kijken en boekje lezen en zo. En dat kan zeker helpen, maar op een gegeven moment gaat het erover dat het proces in jou plaatsvindt. En iedereen bereikt dus een moment dat je eigenlijk niks meer hebt aan dat soort activiteiten. Dan moet het gebeuren. Hoeveel boeken, zeg ik dan wel eens, moet ik lezen over gaten graven? Voordat ik het gat ga graven. Of is al mijn gelees en mijn gespiritualiseer gewoon uitstel van executie? Wat ik denk, maar ik kan ernaast zitten, er komt meer voor. Dat iedereen, als die gewoon even kijkt en voelt hier van binnen, donders goed weet wat hij eigenlijk wil en wat hij niet wil. En dat hij, als hij eerlijk kijkt naar zichzelf, heel snel erachter komt dat hij eigenlijk iets wil, maar iets anders doet. Weer uit vrees om buiten de boot te vallen, of... Dus als ik accepteer dat ik bepaalde dingen... Accepteren is ook iets doen, hè? Even tussendoor zo. Dat is een trucje. Maar dat is toch mijn dilemma van... Dat ik tegen bepaalde dingen heel erg opzie en dat ben ik aan het uitstellen. En daarom hoop ik dan gerustgesteld te worden door jou. Dat ik ga niemand, als ik iemand gerust zou stellen, mocht dat een keer gebeuren, spreek me daarop aan, want dan doe ik mijn werk niet goed. Dit zou je kunnen gebruiken. Je ziet dat je dingen uitstelt of ontwijkt
Onderzoek is mijn uitnodiging, geen verplichting. Onderzoek is wat al dat uitstellen en vermijden je werkelijk oplevert. Omdat je dat niet helder hebt, blijf je het doen. Als je het helder had, hoe dat je leven verziekt, dan hield je er nu mee op. Veranderingen komen niet door, strikt genomen door inspanningen, maar door helderheid. Als maar helder is dat hier een muur is, probeer ik hier niet naar buiten te komen. Want dan loop ik een bult op. Tenzij ik van bult hou. Daarvoor zit ik dus hier, om dat te snappen, zodat ik dat kan doorbreken. Ja, maar jij wil het van buitenaf, je wil het van mij krijgen. Maar ik kan niet doen, ik kan het voor jou niet doen. Ik kan hooguit een beetje tegen je aanduwen, zodat jij je eigen eerlijkheid gaat volgen, in plaats van je hang naar veiligheid, die niet bestaat. Ja, want dat stoort me ook heel erg aan de mensen om me heen, die me dan ook zitten op te jutten van dat ik dat moet doen of doorbreken. Ja, tuurlijk. Dat doe jij het ook. Ja, uiteraard. Je krijgt altijd waar je om vraagt. Niet altijd wat je leuk vindt. Ik wil dat via een andere omweg. Ja, exact. Uitstellen, dat zei je toch? Het is een van de trucs van het ego om uit te stellen is de hele tijd zeggen dat het op een andere manier moet. Zo hoef je niet van je plek te komen. Maar het is je niet duidelijk dat op je plek blijven, zal ik maar zeggen, het slechtste is wat je bedenken kan. Het voelt heel naar, laat ik het zo zeggen. Nog niet naar genoeg. Ik niet heb. Nog niet naar genoeg. Ja. Anders zou je in beweging komen. En jou gerust gaan stellen zou het meest liefdeloze zijn wat ik zou kunnen doen. Want dan duw ik je de modder in waar je al zit. Je moet eruit. En dat je het eng vindt, sure, everybody does. Maar jou laten zitten en gaan zeggen van je zit al wel goed zo in die modderpoel, weet je wel. Dat slaat toch nergens op? Dat kan ik niet. Dan heb ik soms inderdaad de neiging om je even onder te duwen, want dan krijg je namelijk zin in lucht. Terwijl als je zo'n beetje in die modderpoel hangt, dan denk je van, ik heb het in ieder geval niet koud. Als je dat bij anderen doet, dan zeg ik prima, ik kan het goed volgen, maar ze komen mezelf vragen. Ja, nou, zullen we één ding verklappen, want dat zouden we niet doen. Maar Nick heeft eigenlijk dit hele gebeuren georganiseerd voor jou. De rest is ingehuurd personeel. Iedereen hier die snapt het. Iedereen hier is hartstikke ontwaakt. Alleen jij niet. En dat stoort ons. Wij kunnen niet totaal tevreden zijn voordat jij wakker wordt. Oké, dank je. Vandaar altijd opletten met de conclusies. Het is onvermijdelijk, zoals ik straks in een ander verband al zei, dat er conclusies getrokken worden. Maar het is heel gezond om conclusies te wantrouwen. Oké, het lijkt hierop. Stapje dieper. Is het ook echt zo? Nog een keer kijken en voelen. Conclusie aan de kant, de mening opschorten. Opnieuw voelen en kijken, wat is dit? Oh, misschien kom ik gaandeweg erachter. Twee keer was het angst. En twee of drie keer was het iets heel anders. Eigenlijk voelt het wel lekker. Terwijl ik het allemaal op dezelfde hoop gooide. Uit onbekendheid misschien. Want er is een ander ding wat de mind doet. Het herhaalt altijd wat het al weet. Dus als er een nieuw verschijnsel is, gaat hij altijd zoeken naar iets wat daarop lijkt en propt het in dat bakje, ook als het er niet thuis hoort. Dat is op praktisch level meestal niet erg. Maar als we werkelijk dingen onderzoeken, moeten we dat een beetje in de gaten houden. Er zit een verschil tussen puur waarnemen en waarnemen vanuit oude kennis. Ja, hij pakt er iedere keer een nieuw naampje op. Het is dit, het is dat. Ja. Maar die naampjes zijn dus niet nieuw. Het zijn naampjes van oude ervaringen. Misschien is iets wel een nieuwe ervaring en is er nog geen naam voor. Of hoort daar een woord bij wat ik niet ken. Dan ga ik toch er iets op plakken. Want de mind wil weten wat het is. Want dan kan het het ergens neerzetten. En zeker ego mind heeft een schurft aan dingen niet kunnen plaatsen. Het onbekende, hetzelfde als leegte, het onbekende, dat is niet goed. En er zit eigenlijk alleen maar het verleden in je Yes, mind. Exact. En daarom hebben we daar zo weinig aan als we dingen willen onderzoeken.
Je moet eigenlijk, of ja, je moet helemaal niks, hè, taal, dingen onderzoeken als bewustzijn. Dus de openheid moet iets onderzoeken, niet mijn mind. Want mijn mind is allemaal oude, geconditioneerde koek. Daar heb ik niet zoveel aan. Daarom hebben we het ook wel eens over iets inzien. Dat is iets anders dan iets beredeneren. Beredeneren is altijd op basis van het bekende. Maar iets inzien kan... Weet je wel, dat is een soort... Ja, inslag. Dat komt van iets anders. En beleving, via zo'n organisme, en of het dan een menselijk organisme of een hond of een teken is, is altijd subjectief. En dat maakt het op een relatief niveau ook zo leuk. Want dan kun je namelijk schijnbaar één verschijnsel hebben, en dat gebeurt dan ook, en 10 meningen erover. Een hele hoop mensen hebben daar moeite mee en we willen dan bij een clubje horen die allemaal hetzelfde denkt of whatever. Ik vind het juist geestig. Wat ik ergens van vind is net zo geldig of ongeldig als wat wie dan ook ervan vindt. En vanuit ieder perspectief. Ja, er zit altijd wel iets in. Ja, zo kun je er ook naar kijken. Dat is toch leuk? Ja, wij vinden allemaal hier zo, zoals wij hier zo leven, allemaal fijn en wij zijn vrij en we denken dat we gelijkwaardig zijn. Egaal en vrij en hoe heet het, weet je wel? Egaliteit, alles glad gestreken. Maar ja, er zijn anderen die hebben zoiets van plat bombarderen dat tuig, die westerlingen deugen niet. Ja, nee, inderdaad, dat is er ook. We deugen ook niet. Een beetje hebberig ook en de neiging de hele wereld de wet voor te schrijven. Dat is er ook, ja. Dus dat kan iedereen wel snappen eigenlijk. Dus. Door die subjectieve werkelijkheid creëer je eigenlijk oneindig veel mogelijkheden. Yes. Om hetzelfde te zien. Yes, exact. Daarom is het vanuit een bepaalde perceptie totaal niet verwonderlijk dat variatie de norm is. Want je zou kunnen zeggen, als we even het verhaaltje aannemen van bewustzijn onderzoekt zichzelf, dan wil het alle configuraties onderzoeken. Daarom kunnen dingen, en dan hou het heel beperkt tot dit planeetje en alleen het menselijk domein, kunnen de dingen gebeuren van het meest genereuze Moeder Teresa-achtige tot het coolste Hitleriaanse anti-leven gebeuren toe. En alles wat ertussen zit. Ja, sure. En degene die gaat roepen van het moet zus of het moet zo, dat hoort ook bij die potentialiteit, maar it's a little bit stupid. Iedere vorm van het hoort of iets hoort zus of zo is een beetje, ja, is voor mij totaal verbijsterend. En iedereen die, denk ik, 2-3 decennia hier rondloopt, die heeft toch door dat variatie enorm is. Het komt in alle soorten en maten. En als je naar je eigen organismetje of persoontje kijkt, dan zie je ook de ene keer is het hartstikke genereus en dan is het een egocentrische rotzak en alles wat ertussen zit. Weet je wel, kom op. Dus waarom doen alsof je beter bent of minder dan een ander? Het slaat nergens op. En alsof je er controle over hebt. Ik had niet gepland van dinsdagmiddag om 3:05 ga ik egocentrisch de keer tegen de bakker. It did happen. Het was niet mijn plan en ik kan het misschien nog afkeuren ook, maar... Of een plan gesproken, als je kijkt in Parijs, wordt 1,5 miljoen per jaar wordt neergemaakt. En als je kijkt wat voor bewustwording dat oplevert als reactie, dat is toch ook iets heel moois. Ja, zo kun je het ook zien, ja. Het gaat heel puur, maar... Mm-hmm. Ja. Ja, zo gaat het op persoonlijk level ook regelmatig. Hè? Van, de meeste mensen gaan ook niet tot een draai komen in hun leven, totdat er iets schokkends plaatsvindt, laat ik het zo zeggen. Nou, dat is op een grotere schaal, ja, eigenlijk zijn het precies dezelfde patronen.
Ja, en wat je ook vaak ziet, van, ja, dan gebeurt er iets en dan zijn er twee mogelijkheden. Of het leidt tot een verruiming en een verandering, dus een verandering in de zin van verruiming, of tot repressie. Terug naar het oude. Nou, ook dat kun je gewoon overal zien. En niet om dat weg te zetten of te veroordelen, maar het is tamelijk voor de hand liggend allemaal. Als je de grondpatronen, wat ik dan de natuurwetjes noem, een beetje door heb, is het erg vreemd om de hele tijd verrast rond te lopen. Je kunt het bijna voorspellen.